Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video, dat je op deze video geklikt hebt. En waarschijnlijk heb je het al gezien aan de titel. Maar Nikki en ik hebben een gigantisch geheim wat we al een paar weken voor ons hielden. En dat we vandaag eindelijk hardop tegen iedereen gaan vertellen. Het is 5 april, tweede paasdag. 2021 en ik ben gestopt met de pil. En ik vind het wel leuk om wat vast te leggen. Ik weet niet wanneer jullie dit gaan zien. Misschien pas over een jaar. Ik ben dus gestopt met de pil en de pil is voor mij altijd een anti-zwanger word middel. Maar ik had altijd best wel veel last van de bijwerkingen van de pil. Ik was echt enorm misselijk, vooral na een stopweek. Als ik dan weer de eerste pil nam, dan was ik kotsmisselijk in de ochtend. Nu is die dag dat ik dus kotsmisselijk zou zijn. En ik ben niet misselijk, waar ik heel blij om ben. Dus dat is sowieso al een win om gestopt te zijn met de pil. Ik merk wel dat ik heel veel krampen heb in mijn onderbuik. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat mijn lichaam even moet wennen aan het feit dat er geen pil of ja, geen extra hormonen in mijn lichaam nu zitten. En dat ze een beetje, ja, dat daaronder, ja, het voelt een beetje alsof ze mijn baarmoeder klaar aan het maken zijn. We gaan zien. We gaan proberen zwanger te worden en ik weet niet hoe lang het duurt. Dat kan een paar maanden zijn, maar dat kan ook een half jaar zijn of een jaar. Maar vandaag begint dat avontuur en dat vind ik bijzonder. Goedemorgen. Ik ben net terug van trainen en het is 11:55 op 29 juni. Ik heb zwangerschapstest gehaald. Ik heb heel erg het idee dat ik zwanger ben. Alleen alle symptomen. Je hebt soms zeggen als je symptomen opzoekt op het internet. Die symptomen heb ik allemaal niet. Pijnlijke borsten. Misselijk. Ik ben 1 dag misselijk geweest. En verder eigenlijk niks. Maar wel echt veel warmer dan dat ik normaal ben. Maar het schijnt dus als je menstrueert, het dan weer je temperatuur omlaag gaat. Er rommelt gewoon het een en ander beneden in mijn buik. Ik zit heel erg te twijfelen of ik nu moet testen, omdat ik pas donderdag ongesteld moet worden. Het is nu dinsdag. Ik twijfel heel erg. Ik wil niet teleurgesteld worden, maar ja, misschien kan ik beter nu teleurgesteld worden dan dat ik nog 2 dagen in spanning ben, toch? En het kan ook zijn dat hij het nog niet laat zien. Dat het gewoon een negatieve test is. Terwijl die misschien wel positief zou moeten zijn. Omdat het te vroeg is. Daarom heb ik die early pregnancy test gekocht. Dat moet je eigenlijk niet doen, staat er ook online. Want het is vaak dat je een miskraam krijgt nog voor met innestelen en zo. Dus voordat je ongesteld wordt. Dus dan zou je normaal gesproken het helemaal niet doorhebben dat je miskraam hebt gehad. En als je dan eerder getest, dan wel. Dus ik twijfel heel erg. Maar aan de andere kant, ik wil het ook weten. Want je bent er zo mee bezig, snap je? Mensen die ook zwanger of besluiten dat ze zwanger willen worden, die weten wel hoe dat is, denk ik. En dit is pas de 3e cyclus. De kans is natuurlijk veel groter na een half jaar of zo nadat je gestopt bent met de pil. Zal ik gewoon doen? Ik ga gewoon een testje doen. Eentje mag ik er doen. En dan wacht ik tot en met zaterdag voor de volgende test. Als ik dan nog niet ongesteld ben, dan doe ik een normale test. Ik leg hem daar neer. En die willen er ook bij zijn. Ik weet niet hoe
hoe lang ik moet wachten. Staat dat erop? Stopwatch bij de hand. In het daglicht zie ik het nog beter. Ja, ik zie het echt heel goed. Dit is gewoon zwanger. Oh mijn god, het is zo duidelijk te zien ook. Oh mijn god, heb ik het toch goed gevoeld? Ik ben echt helemaal in de war. Ik had mezelf zo ingedekt van, het zal wel niet zo zijn. Om teleurstelling te voorkomen. En nu is het echt zo. Oh mijn god. Ik voelde het. Ik was nog nooit zo warm geweest. En ik had nog nooit zo'n sterke geur. Ik ruik de hele tijd stank. Overal ruik ik stank. Ik wil alles schoonmaken constant. Nikki en ik hebben een gigantisch geheim. Wat we al een paar weken voor ons hielden. En dat we vandaag eindelijk hardop tegen iedereen gaan vertellen. En dat is dat wij in maart een kleine baby verwachten. Dat hoop ik tenminste, dat hij een beetje klein is. Dat er niet zo'n kind uitkomt. Ja, dit was echt wel iets wat ik niet kon wachten om te vertellen. Want het eerste trimester zit er inmiddels op. En nou, ik moet zeggen dat ik echt kotsmisselijk ben geweest het eerste trimester. En dat is best wel lastig als je 126 uur bijvoorbeeld moet streamen. Ja, zie je nu tijd en ga ik het. Sorry. Nou, maak ook maar een kop thee voor mij dan als je toch herrie aan het maken bent. Thank you. You're welcome. Oké. Nou, de herrie is weg, dus ik kan weer verder met me vallen. Nou ja. Ik wou het heel graag op stream vertellen, überhaupt, want ik heb best wel wat klachten gehad in het eerste trimester. Maar als het goed is, zijn die nu wat minder aan het worden. Gisteren was ik zelfs helemaal niet misselijk, wat echt, als je 12 weken constant misselijk bent geweest, echt een verademing is. Ik heb echt het idee dat ik weer leef. Maar nee, ik vind het echt super leuk. Hoe ga ik dat vertellen? Ik kan het niet in woorden uitdrukken hoe leuk ik het vind. Het is gewoon je zo. Als je regenboog aan het uitbroek bent. Zo leuk. Nee? Regenboog uitbroeken, wat zeg je nou weer? Nee, maar het is wel een heel bijzonder moment in mijn leven. En ik kan het nog, ook al ben ik al meer dan 13 weken zwanger, kan ik het nog steeds niet echt beseffen dat het echt zo is. Dat er een baby in mijn buik groeit, dat mijn lichaam aan het veranderen is. Ja, dat zie ik wel, maar ik weet niet. Beseffen doe ik nog niet. Ik hoop dat dat misschien na vandaag, nadat iedereen het nou weet, dat ik dan dat besefmoment nog meer heb. Afgelopen 12, 13 weken keihard moeten liegen.
de hele tijd. Ik denk dat er wel iedere dag in mijn stream de vraag kwam. Wil je kinderen? Ben je zwanger? Wanneer begin je aan kinderen? Terwijl ik al wist dat ik zwanger was. En ik vind dat echt een super onbeleefde vraag. Maar ja, mensen vragen dat nou eenmaal. Ik denk dat ik op die leeftijd ben gekomen. Misschien dat ik er nu ook op let omdat ik zwanger ben. Het had zomaar gekund dat wij al jaren bezig waren met kinderen krijgen. En dat het niet lukte. Dan vind ik dat gewoon een hele lompe vraag. Nu was dat dit niet het geval. Maar ja, dat had toch gekund. En dan had iemand die dat dan vraagt in de chat niet geweten. Het is echt wel onaardig. Want ja, dat vraag je toch niet aan iemand. Denk ik dan. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. We hadden ongeveer met Valentijnsdag hadden we bedacht. Ja, we zijn er allebei klaar voor. Het was echt een besluit dat je samen neemt. Hè? Je kan niet in je eentje bedenken van ik wil kinderen. En dan maar stoppen met de pil. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Gelukkig was het een keuze van ons samen. En met Valentijnsdag hadden we besloten. Oké, we willen kindjes. Maar Nikki wilde niet weten wanneer ik stopte met de pil. Dus dat stukje lag dan bij mij. Zodat er geen druk bij hem gebleven of zo. Heeft gewerkt. Ik ben met mijn verjaardag ongeveer gestopt. Met de pil, dan moet je even ontpillen. En eigenlijk eerst de beste keer dat ik zo goed en wel ontpild was, mijn lichaam, was het raak. Dus dat is echt, daar ben ik zo dankbaar voor. En ook, we waren best wel geschrokken, want we hadden allebei het idee van, nou dat duurt nog wel een half jaar voordat mijn lichaam helemaal weer hormoonvrij is. Niet van, wel mijn eigen hormonen, maar niet toegevoegde hormonen, zoals wat in een pil zit. Dus dat het in één keer raak was. Ja, Nikki zei het al van tevoren. Ik zal wel in één keer raak schieten. Ja, dat is zo'n mannen ding om te zeggen natuurlijk. Maar dat was dus wel... Ja, dat is dus wel wat het was. Dus ik moet hem nageven dat hij gelijk daarin had. Ik was zelf, voordat ik begon met de pil, best wel onregelmatig ongesteld. Dus ik had een beetje het idee van... Nou, dat duurt wel even voordat mijn cyclus op orde is. Maar dat was eigenlijk vrij... snel, gelukkig. En toen hadden we de eerste echo. Nou ja, ik kan hier uren over praten. Maar ik heb voor mezelf, en uiteraard ga ik het delen online, een soort videodagboek bijgehouden over hoe ik me heb gevoeld de afgelopen weken. En dat heb ik echt per week gedaan. Dus de ene week gaat het beter dan de andere week met mijn misselijkheid, vermoeidheid. Dat ik goed kan ruiken, slikken, ja. Allemaal van die zwangerschapskwaaltjes. En ook de leuke dingen. Dat ik het tegen Nikki vertel. Dat ik het tegen mijn ouders vertel. Tegen mijn broer. Tegen de ouders van Nikki heb ik niet gefilmd. Dat ik het tegen Puk vertel. Tegen heel veel vrienden. Dingetjes die ik al gekocht heb. De echo's. Ik heb alles vastgelegd. Want ik wilde dat heel graag... een soort van dagboek voor mezelf bijhouden, dat ik daar later op terug kan kijken. Ja, je weet nooit of je nog een keer zwanger wordt. En dan kan ik dat terugkijken en vergelijken ook. En ook een beetje mezelf weer voorbereiden dan. Ja, lijkt me gewoon super leuk om het allemaal vast te leggen. Dus dat heb ik gedaan tot nu toe. Echt wel, het gaat allemaal over dat mijn lichaam verandert, dat ik zwanger ben. Dat we het delen met mensen. Het zijn echt super leuke vlogs. Ik vond ze ook echt super leuk om te editen. En ik heb er natuurlijk nu al best wel een hoop. Want ik ben bij week 4 begonnen met vloggen. Dat is bijna 10 weken geleden. Dus ik heb al bijna 10 vlogs geëdit over de zwangerschap. Maar deze video wilde ik nog eventjes laten zien. Het moment dat ik het tegen Nikki vertelde. Wat een heel bijzonder moment was. En dat vond ik nog wel even leuk om de video mee af te sluiten. Telegraaf, het ministerie van VWS erkent dat er nog wordt gewerkt aan toezicht en handhaving. Nederlanders maken massaal vakantieplannen. Nu reizen weer op kan. Maar dat de coronaregels per land verschillen, is de zomervakantie voor veel mensen een logistieke puzzel, schrijft het AD. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Dat was ik vergeten. Die zag ik nog liggen.
Je had nog niet moedkleus gekregen, dus. Nee. Ben je zwanger dan? Echt waar, zit net de dolle? Nee, hoe weet je dat? Ik had al lang een test gedaan. Nee ja. Nee, is echt zo. En dan zit je gewoon vanochtend keihard te liegen. Ik wilde vanochtend nog één keer checken. Maar wat? Leugenaar. Ik ga het pakken. Leugenaar. Oh, leugenaar ben jij. Ik wilde het nog één keer checken vanochtend. Wacht. Oh. Mevrouw die niet kan liegen. Dat is heel moeilijk voor mij om vast te houden. Even kijken. Is dat goed? Plus ja. 2 liegen. Ja. Oh. Schandalig. Met dit cadeautje kom jij er niet. Met dit cadeautje kom jij er niet, dan? Glashart in mijn gezicht liggen. Glashart. Nee, ik keek je niet aan. Jongen. Wat over 9 maanden? Wat is het? 11 maart. Maart, baby, net zoals jij bent. Een vis. Ja, verschrikkelijk. Zij zit het ook nog gewoon te vloggen ook nog. Stiekem. Eerst lieg je? Ja, inderdaad, eerst lieg je. Oh. Nou, dan krijg je geen knuffel meer. Ja. Nou, moet je hem. Stoere man. Ja! Ik kan hem wel uitdoen als je me dan wel knuffelt. Ja, dan moet ik hem eruit doen. Ja. Ik ga niet op vlog. Nu weet wat ik weet, dan dacht ik van. Ja, leuk. Wat dacht je dan echt dan? Ik dacht, oh, dat is echt wel superleuk. Oh nee, dat is waar. Ja, dacht je dat? Hoe ga ik dat doen? Hoe moet dat? Hoe moet dat? Hoe kun ik vader worden? Ik weet niet wat ik doe. Dat dacht ik. Vind je een mooi sportboekje? Ja. Ja, voor in de zomer, op dunne stof. Ja, maar voelen? Oh, dat is echt cartoon. Ja. Oh ja, oh, dat is heel dun. Oh, dat is wel lekker, ja. Ja. Nou, ik heb inmiddels even een traan aangetrokken, want ik stonk en ik had het koud. Maar ja, dat was dus Nicky's reactie. Hij dacht dat ik voor de gek hield. Nou, hij vroeg vanochtend in bed, vroeg hij, ben je zwanger? Weet je, of wat zei je? Ben je al zwanger? Ja. Toen zei ik, weet ik niet. Nee. Ik zei, ik weet het niet. Toen zei je, nee, dan weet ik pas als ik ongesteld word, zei je. Ja. Ja, dus je zei, nee. En toen, maar ik wist het al, maar ik wou jouw reactie op camera hebben, daarom zei ik het niet. Anders had ik het best kunnen zeggen. Nou, ik kan ook heel goed weten. En Nicky zei toen, je mag pas na het weekend testen, anders moet je op je knieën in de wc kijken naar het rol van mij. En toen zei ik, ja maar als ik dan zwanger ben, hoeft het niet hè? Nee, dan niet. Oh. Ja, klopt, ja. Dat ben ik helemaal vergeten, ja. Dan wist jij het op voorhand al. Oh. Oh, kijk, dat bedoel ik nou, leugenaar. Wij hebben gewoon een heel gesprek gehad over leugens. Ik vond het wel grappig. Maar vooruit. Kort spijt. De komende 10 weken moet ik toch nog mijn liegen en bedriegen. Ja, dus ik kon maar beter vast oefenen eventjes. Ja, nou ja. Het, Ik had het nooit tot het na het weekend kunnen wachten. Dat had me nooit gelukt, Nicky. Nou ja, het grote nieuws dus. Deze zit in mijn buik. Ik kan wel even laten zien hoe mijn buik eruit ziet. Mijn broeken passen echt al weken niet meer. Sinds de vakantie in Madeira. Je ziet niet zoveel, maar dat komt omdat deze broek groot is, gelukkig. Dit is de enige broek van mezelf die ik nog pas, waar ik gewoon dit dicht kan doen. Al mijn andere broeken passen gewoon niet meer. Maar dat ga je ook allemaal zien in mijn vlogs voorbij komen. Ik geef ook echt wel buikupdates, dat je ziet of het groeit of niet. Ja, ik zou zeggen, vind je het leuk om mijn zwangerschapsavontuur een beetje te volgen? Abonneer zeker op mijn kanaal. Like deze video. Laat ook een leuke comment achter. Maar ik geloof wel dat je dat al van plan was. Ik vind het super leuk om de comments te lezen. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik heb dit geheim zo lang volgehouden. Ik ben heel erg bang.
en excited voor de reacties. Dus laat me weten wat je vindt. Dankjewel voor het kijken naar deze hele bijzondere video. En dan zie ik jullie heel snel bij week 4 van mijn zwangerschap. Doeg!